hè? Ik ben knap, hè? Zeg maar ja. Zeg maar ja. Dag, kap. Hoi, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een super toffe, gloednieuwe video. Vandaag gaan we iets super leuks doen. Wij gaan namelijk onze nieuwe single opnemen. Woo! En hoe dit nummer heet, dat is nog een verrassing. Ja, en we moeten helemaal naar de leerwoorden om het in te gaan zingen in de studio. Mm-hmm. Dus laten we snel gaan. Yes. Daar is onze chauffeur. Auto naar Leeuwarden. Ja. En we gaan dus ons nummer opnemen. We weten niet hoe het eruit gaat zien in de studio. En we weten ook niet wie de producer is, maar nee, we zullen maar afkomen en jullie dus ook. Ja. Ja, en kijk, dit is nu ons uitzicht. Nou, we zijn er dus nu. Yes. En we gaan dus nu uitstappen. Dus Anna, kom maar. Zullen we aanbellen? Ja. Hoi. Goedemiddag. Jullie moeten Max en Anna zijn. Ja. Nou jongens, welkom hier. Dit is mijn studio. En ik heb aan die kant daar zelfs nog een opnameruimte. Die ga ik jullie zo laten zien. Ja. Dan gaan we jullie nieuwe single inzingen. Spannend jongens. Ja. Zullen we even checken? Ja. Het is nog met de demo vocals, hè? Hebben jullie hem zelf al een beetje... Ja, wel. Ja. Ik ben wel benieuwd. Wie wil eigenlijk als eerste? Ik denk dat jij wel eerst moet. Want omdat ik zeg maar een lage twee stem heb, dus dan is het lekker handig om toch om daar... Ja, dat is wel zinnig wat je zegt. Ja, want zij zingt, vooral in de refreinstukjes, zingt ze een beetje de hoofdstem. Omdat zij de hoogste stem, het gaat bijna automatisch zo. En dan kunnen we daarna met jou de tegenstemmen daar goed tegen aanzetten. Oké, prima. Nou, top! We hebben een plan. Nou jongens, ik sta dus nu voor de microfoon en we gaan bijna beginnen en ik heb er super veel zin in, want ik vind het liedje echt heel erg leuk, dus. Als je dus zeg maar een liedje gaat inzingen, is het meestal wel handig als je degene in die studio daar, dus zeg maar de bewerkruimte, heel goed kan horen, want anders geeft hij geen aanwijzingen en dan weet je dus niet wat je moet doen als je dat niet hoort. Nou ja, we hebben dus een klein probleempje, want we kunnen... Anne kan ons nu niet horen, doordat er dus een microfoon... Ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar Anne kan ons gewoon niet horen. Dus ik zal even zeggen... Ik ben knap, hè? Ik ben knap, hè? Zeg maar ja! Zeg maar ja! Dag, kap. Nu is het opgelost, want nu hebben we een microfoon gepakt. En nu kunnen we wel communiceren. Ja. En nu gaat Anne zingen. Dus veel succes! It's time to party! Time to chill. Tijd voor vakantie, voor vrienden, voor alles wat ik wil. It's time to party, let's have fun. Ik wil het strand zien, genieten van dagen in de zon. It's time to party. Ja, die is top. Hebbes. Nou jongens, het klinkt al lekker. We zijn lekker bezig. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik denk dat we nog hebben, Anne. Top! Supersnel! Dankjewel! Gaaf! Nou, kom lekker deze kant weer op en dan, dan is het nu de beurt aan Max. Yes! Top! Nog even, heel leven. Ik tel de laatste dagen af en ik kan niet wachten tot ik vrij ben. It's time to party! Exact. Nou, oké, even kijken wat we hebben nu. Dan zet ik mijn stem er even uit. Supergoed. En we moeten wel eventjes kijken wat de tweede stem nou precies is. Maar ja, dat is ook wel heel erg moeilijk. Dus Nou, ik heb dus net ingezongen en het was echt heel erg leuk. Een paar tips die ik kreeg waren... Even kijken hoor. Ja, nou, het waren niet specifiek tips, maar hij hielp me dus met hoe ik dan de tweede stem moest gaan zingen. Want dat was wel een beetje moeilijk om voor mij te gaan vinden, zeg maar thuis. Dus hij heeft mij daar geholpen en nu staat dat er dus helemaal goed op. En voor de rest moest ik gewoon, op het begin moest ik iets rustiger zingen. Dus dan nog even, in plaats van dat meteen al heel strak, omdat het dus het begin van het nummer is. En
ik denk dat was het eigenlijk al wel. Voor de rest waren het gewoon, vond ik het gewoon dat ik het heel goed deed. Dus daar ben ik heel blij. Ja. It's time to party. Let's have fun. Ik wil het strand zien. Genieten vandaag in de zon. It's time to party. It's time to party. Party. Nou ja. Het is dus een rap, ons nummer is opgenomen en we kunnen het echt niet wachten om het aan jullie te laten horen. Ja, en hoe denk jij nou eigenlijk dat het nummer heet? Laat het weten in de reacties. En vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker nog even een blauw duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op het Junior Songfestival kanaal. En tot de volgende keer dan maar weer. Doei! Ah! Opnieuw! Nou, ik ben ook klaar. Nee, ik ben helemaal. Nou, ik heb dus net Oké. Zo eng. Dit is zo eng. Oh. Maar wij weten natuurlijk hoe het nummer heet. Maar weet jij, waar denk jij nou te weten? Maar hoe denken jullie eigenlijk dat het nummer heet? Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd aan. Nou ja, wij weten het natuurlijk wel. Maar, wil je... It's time to party. Party, 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 it's time to party.